nabeschouwing van DVS tegen Staphorst. Bijzondere wedstrijd. DVS een hoop kansen, maar uiteindelijk 1-1. Peter, wat is jouw verhaal? Laten we beginnen bij de eerste helft. Ja, ik denk dat iedereen heeft gezien dat we natuurlijk oppermachtig waren. Zij tegen VVSB nog wel probeerden druk vooruit te zetten, zeg maar, in de eerste opbouw bij VVSB. Nou, daar zijn we eigenlijk te goed voor, denk ik. Dat hebben ze niet gedaan. Dus wel een paar keer, maar dat voelde ons vrij makkelijk onderuit. En ja, je ziet eigenlijk dat we in staat zijn om zo oppermachtig te zijn aan de bal. De bal lang bij ons te houden. We hebben diepte in ons spel. We hebben de wisselpaas, de crossbal. En daar met lopers eromheen creëren ons een aantal hele goede kansen. Terecht de 1-0. Ja, misschien moet je de eerste helft wel uitlopen naar 2-3, 4-1. Dat gebeurt niet. Nee, eigenlijk maar één kans in de eerste helft voor Staphorst. En één kans in de tweede helft. En ja, hoe verklaar je zoiets? Ja, nou ja, de kansen. Maar als je kijkt, ze zijn nagenoeg niet bij onze goal geweest. Ik vond ook dat we dat heel goed voor elkaar hadden. Op het moment dat we balverlies leden, zeg maar. Gelijk druk erop. En hun laten handelen. Dat was erg goed voor elkaar. Waardoor we eigenlijk in de eindfase helemaal niet in de problemen kwamen. Ja, dan kan er altijd een keer een momentje zijn. Dat gebeurde ook. Ze hebben nog best wel wat kopkracht, zeg maar. Daar gaan die grote jongens mee. Dat was ook nog ook wel even benoemd. Maar uiteindelijk zijn ze daar ook niet gevaarlijk uit geweest. Omdat ze ook bijna geen kans hebben gehad om daaruit tot scoren te komen. Maar ik wil het helemaal niet over Staphorst hebben. Ik wil het over ons eigen spel hebben. Ik vond dat we echt fantastisch hebben gespeeld vandaag. Eerste helft, tweede helft. Oppermachtig waren. Kansen gecreëerd hebben. Misschien de tweede helft iets meer op zoek hadden moeten gaan naar diepte in ons spel. Het was wel veel de crossbal. En dan kijken of we met lopers eromheen mensen vrij konden krijgen. Dat is wel een aantal keer gelukt. En met Vinnie nog een paar keer een goede bal afleverde, 16 meter in. Quincy die zijn eigen man uitspeelde en wat creëerde. Ja, ik bedoel, ik heb ze niet geteld. Ik denk wel dat we echt wel 100% kansen hebben gehad. Ja, en dinsdag scoren we 5 keer. Nu 1 keer. Het is natuurlijk een andere tegenstander. Ja, nou ja, vorige week was het ook lastig. Hè? Ja. Ze wilden eigenlijk misschien inhoudelijk iets minder goed. Ik vond dat we nu aan de bal beter waren. Wat langer de bal hielden. Wat betere keuzes maken aan de bal. Maar toen hebben we ook heel veel kansen gehad tegen Ajax. Ja. Gaat er uiteindelijk ook eentje in. Een penalty. Ja, dat was zo vandaag ook misschien wel het moment om de 3 punten hier te houden. Ja. Is dat ook zijn er vaste afspraken over wie? Ja, nou, Ali heeft geloof ik de laatste 5 genomen en alle 5 erin. Duidelijk. Maar ja, die was er al uit. Dus daar dat spookte nog wel even door mijn hoofd. Op zich goede penalty, maar als de één man van Staphorst de man van de wedstrijd was, dan was het wel de doelman, denk ik. Want hij heeft ze echt wel 6-7 momenten gered, denk ik. Ja, ik denk dat ze het zelf ook wel beseffen allemaal. Kijk, heel zuur en heel vervelend dat het 0-0 of 1-1 blijft. Maar het voetbal wat we spelen, ik word er zo blij van. Zo oppermachtig, zoveel kwaliteit, zoveel kansen creëren. Ja, en dat dan een penalty erin gaat of een schietkans erin gaat, ja, daar heb je niet zo heel veel invloed op. Ik denk dat het ook lastig is om te trainen. Misschien moeten we eerder afdrukken. Een aantal momenten dat we toch, zeker de eerste helft, toch nog een keer een kap en nog één en nog één. En terwijl we misschien al de bal hebben klaar liggen om in ieder geval af te drukken, de bal tussen de goal te spelen. Nou, moeten we maar eens naar kijken. Ja. Het is nog vroeg in het seizoen en we moeten wat dat betreft het ritme vinden. Volgende week naar Friesland tegen Harkema's Boys. Ja. Het is altijd natuurlijk ook wel een bijzondere of een mooie wedstrijd op natuurgras. Hoe kijk je daarnaar? Ja, daar ben ik nog niet mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Dit moet eens eventjes een plekje krijgen. Maar wat ik al zei, ik vond het, ik ben ook gewoon een liefhebber. En we doen zoveel dingen goed met elkaar. En het is allemaal zo duidelijk. En we zijn bereid om meters te maken, om te knokken voor elkaar. Heel veel tweede ballen pakken we op, omdat we daar energie in stoppen, zeg maar. En dat hebben we 90 minuten lang kunnen en blijven doen. Hè. Ook dat, hè. Het ziet er gewoon hartstikke fris uit. Want het is altijd moeilijker om aan te vallen. En veel meters te maken en dan verdedigen. Maar we hebben het eigenlijk vanaf minuut 1 tot minuut 90 volgehouden met elkaar. Hoog niveau gehaald met elkaar. Dat blijft, ondanks het gelijke spel, blijft dat met name beklijven bij mij en hangen bij mij. Laten we daar moed uit putten. Genoeg kansen, maar als we dat zo volhouden. Ja, kansen, maar vanuit goed voetbal. Juist. Georganiseerd voetbal en duidelijkheid. Daar hoop je als trainer op. Maar ik vind dat we dat eigenlijk best wel snel voor elkaar hebben gekregen met elkaar. Dat zag je eigenlijk al in de voorbereiding vrij snel. We geven er een gevolg aan. Dus prima, leuk. Goed. Vasthouden, ja. Peter. Volgende week Harkema's Boys. Dankjewel en tot dan. We gaan zien, jongens. Fijn weekend.